Zoals jullie hebben kunnen zien in deel 1 zijn wij van plan om een opblaasbare kano van Valkenburg naar Maastricht te varen. En helaas zijn wij vorige keer in Meersen gestrand door een gigantisch lek aan de onderkant van de boot, zoals jullie nu kunnen zien. Ondanks dat het de patch die erop zit, het PVC laagje of een vinyl laagje is het eigenlijk, hij houdt die wel, maar het was zo dun dat we zoiets hadden van we vertrouwen die niet helemaal. Dus we hebben een andere oplossing ervoor verzonnen, een extra versteviging. Als het goed is gaat die niet meer lek. Zoals je ziet, we hebben hem verstevigd. Wat we hebben gedaan is, we zijn niet op hetzelfde punt gestart, maar we zijn een heel stuk terug gestart, omdat we niet precies weten waar onze kano lek is gegaan. En we wilden hem toch eigenlijk helemaal bevaren, de hele route, vanaf Valkenburg naar Maastricht, met een niet zinkend schip. Dus we gaan hem nou te water laten en dan gaan we eens kijken hoe ver we komen. We kunnen zien hier, een kleine gul, is echt klein. De kaart lijkt hier groter dan de gul, maar het is echt, je moet hier overal klimmen en lopen. Dus we hebben nu, dat zouden we hebben gedaan, 200 meter afgelegd. Wow. En hier kunnen we weer een stukje gaan varen dan. Alles onder controle. Ja, ik probeer het diepste punt te zoeken en ik denk dat hij hier is. Die punten heb je hier niet. Oh, hier ligt ijzer, man. De boot houdt het tot nu toe goed. We hebben hem net gecontroleerd en leeggegooid. En de bodem is, ja, je ziet er niks aan. Er zitten nog geen krasjes op, niks. Dus dat is wel gunstig. Maar ik kan niet wachten tot we eindelijk bij het Julianakanaal uitkomen. Want ik wilde gaan varen, niet gaan wandelen. Wandelclub de kano-showers. Ik zit ook een keer voorin hoor, ik heb meteen slaag met de paddle in mijn nek.
Ja, echt waar. Stop maar hier. Pik, pik, pik. Hier, achteruit, achteruit, achteruit. Kijk, die boomstammen liggen hier. Elke keer als ik denk ik ga even filmen, hè, dan gaat het weer fout, hè. Zie je? Pik, ik heb hier niet veel keuze, hè. Oh, rijdt door de goede kant op. Beperkt, hè? Ja, dat weet ik dat jij beperkt. Ik heb... Of bedoelde je dat niet? Au! Het slaat niet meer gewoon met je peddel in mijn nek, hè. Dit gaat lopen worden. Alles op. Oh. Nou, we zijn heel erg blij dat we de kleine geul en de geul bij elkaar hebben gekregen. Want het water is hier een stuk dieper. Ook een stuk interessanter, want we hebben wel wat... ja, ik zal het geen rapids noemen, zeker niet. Mensen van de echte kanoers lachen ons uit. Maar ja, een beetje stroomversnellingen hebben we wel gehad. Zo. En je moet je toch wel een beetje je lijn zoeken. Waar, zoals je hebt kunnen zien, ik er absoluut niet goed in ben. Op een of andere manier zoek ik elke steen op die ik maar kan vinden in de rivier. Maar niet uit. Het is wel leuk dat mensen geen idee hebben dat wij hier aan het varen zijn. Als nieuw. Ja, even controleren. Ja, er zitten wel krasjes op, maar... Nice, 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 nice. Tot nu toe houdt hij goed. Dus ja. Zelf even een stukje varen. Ik had ervoor gekozen om te lopen, want dat leek me verstandiger. Maar ja. Ik ben zwaar. Ja. Ik had al gezegd dat hij achterin moest gaan zitten, dat hij dan beter kan sturen. Oh, kijk. Dat was even spannend daar. Ik ben om. Waar zit ik? Kijk waar die zit, hè? Ja hoor. Kijk waar die zit. Ik hoor water. Ja, we zijn ondertussen aangekomen aan het einde van de geul. Hier is de waterdoorlaat voor naar het Julianakanaal. Maar ja, daar kunnen we niet door. Dat staat onder water, dus dat gaat niet worden. Maar hier is het trappetje. We gaan er even daar langs in.
even de boot leeg aan het lopen. Het water allemaal eruit is, want het zit helemaal vol. We hebben een paar aanvaringen gehad met bomen. Niet zo goed, maar voorlopig doet dit weer. Nou, we hebben het Julianakanaal bereikt. En achter ons zit een bootje. We hebben hier nou wel de skerf eronder in gedaan, want het water is hier diep zat. Dus we kunnen het ook een stukje varen nou, maar we hebben de wind tegen en de stroming tegen. En niet veel meer in de pijp, dus we zullen zien. Maar dat is allemaal goed. Oh jee, daar komt de boot aan, heb ik. De Beatrixhaven. Ja, gewoon van die grote schepen achter ons af, dus dat is veel minder. Maar goed, we hebben natuur gehad. Nu hebben we een stukje industrieterrein. We doen graag een sluis voor, maar dan moeten we ook wel kijken. Kieling diep dik, ik ga draaien dat het doet. Ja, kijk dan. Kijk dan. Wij gaan gewoon letterlijk niet vooruit. Ja, Julianakanaal. Flink stuk tegen de stroom op. Maar daar is de Noorderbrug. En dat bruine gebouw daar met die hoge torens, dat is landbouwbelang. Daar gaan we eruit. Tenzij de sluis open is naar het bassin. Maar dat zal wel niet. En ik ga geen 5 euro betalen om die poort open te doen. Nou, zoals je gezien hebben we hier net de Noorderbrug gepasseerd. En wij moeten daar, ik weet niet of jullie kunnen zien, daar zijn we die kranen. En een van die boten staat beton in het water. En dan kunnen we er langs uit. En we gaan zien of de sluis open is. Op naar het bassin. Oh, we liggen weer in het water. Letterlijk het einde van het water. Hier houdt het water op. Hier houdt de lage grond. Ik ga dadelijk er vanaf. En dan is er een klein stukje lopen en dan zijn we thuis. Zoals jullie zien, hier echt in het midden van het centrum. Want als je daar, hier het witte gebouw met rood, dan daar is het 5, 6 minuten lopen naar het Vrijthof.